Omwonenden van de Kruisstraat in Rijswijk hebben hun zorgen geuit over de huisvesting van arbeidsmigranten middels een brief aan het college van de gemeente Altena. Voor de verhuur is eind mei door de verhuurder een omgevingsvergunning aangevraagd, bijna tegelijk met de komst van de eerste huurders. Tot op heden ervaren de direct omwonenden veel overlast van de arbeidsmigranten. Zij stellen in de brief dat er tot op heden al 33 wisselingen van bewoners zijn geweest. Er twee keer een uitzetting heeft plaatsgevonden na echtelijke ruzies door overmatig drankgebruik en dat zij veel geluidsoverlast ervaren. Ook zou er sprake zijn van drugsgebruik. Deze gebeurtenissen hebben een grote impact op het woongenot van de briefschrijvers. De gemeente Altena werkt momenteel aan het beleid rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Uh, we zien overal, hebben we de handjes nodig? Want als die handjes er niet zouden zijn, zou het stilleggen. En uh, ja, dan moet je ook gewoon je verantwoordelijkheid pakken als gemeente en zeggen van jongens, wij, uh, het is niet de vraag of we ze gaan huisvesten. Nee, de vraag is hoe we ze gaan huisvesten.